Hallo allemaal, ik ben Joen Jo en en welkom bij aflevering nummer 9 van mijn De Koning quick carrière op Pro Cycling Manager 2018. Voor je al verder gaan met Filip bij en zijn zoektocht naar een vijfde monument, gaan we verder met een ander soort wedstrijd en dat is de ronde van het Baskeland. We hebben daar zes wedstrijden, of ja, zes etappes toch. En uh, ja, dat zijn bijna allemaal heuvelachtige etappen, zoals de eerste hier al. Tweede ook wel een lange 218 kilometer. Alhoewel, dat zal waarschijnlijk wel een sprint kunnen zijn, toch voor de sterke sprint. is wel een klimmetje op het einde, maar dat valt op zich wel nog mee. Ook de derde etappe is niet zo heel moeilijk. Dan de vierde etappe is iets anders, want dat is finishing op de alto de Ozerzee. Dus dat wordt wel lastig. Dan etappe nummer 5 is ook niet al te makkelijk. En etappe nummer 6 is een tijdrit. Van 20 km wel een heuvelachtige tijdrit, zet een klim in in het begin, dus wordt zeker niet makkelijk. We gaan daar rijden met volgende selectie: Edric Mas, James Knox, Julian Alaphilippe, Remi Cavagne. Michael Morkov, Florian Seneschel en Ariel Maximiliano Ricciese. Kopman zal, ja, ik weet het niet echt zeker, Henrik Mas, Julian Alafliep, een van die twee zal het wel zijn. We zullen dat in de wedstrijd zelf moeten zien. Vind je deze serie leuk? Ja, zeker niet om een like te geven. Ben je nog niet geabonneerd? Klik dan ook zeker op die rode knop. De eerste etappe was niet meteen een makkelijke etappe, want er lag nog een pechje van tweede categorie op het einde. En uh, ja, dat hebben we overleefd. Uh, het, eigenlijk uh, is het niet echt aangevallen geweest, gewoon een afvallingskoers geweest. En uh, we zitten nog met drie renners in die kopgroep van 13. En ondertussen gaat Tim wel eens in de aanval. Maar die gaan we eventjes laten rijden. Markov mag proberen het hat dicht te rijden. Want we zitten nog met Mas en Alaphilippe ook in de groep. En Alaphilippe is natuurlijk de sterkste sprinter van onze ploeg. Ja, op dit moment nu, Markov is niet sterk genoeg meer om te sprinten. In principe is Markov wel de snelste. Maar die mag nu het hat toereden. We gaan het hat niet toereden met Mas natuurlijk. Want uh, dat is een van onze kopmannen samen met Alafilip voor deze ronde. We gaan dan ook zien of uh, Alafilip of Mas de absolute kopman wordt. Maar in deze etappe gaan we dat natuurlijk niet weten. Want uh, ja, uh, er is niet echt een verschil gemaakt. Er is nog een aankomst bij Hoppe later in deze ronde. En daar zullen we het wel zien. En nu zetten we in de finale. We gaan kijken, kan Alafilip de sprint winnen? Mas mag beginnen sprinten en uh, Alaphilippe mag dat dan zo meteen ook doen. En ja het ziet er goed uit, het ziet er goed uit. Valverde zit wel in het wiel, Kujatkowski zit daar ook. Maar Alaphilippe gaat winnen, jawel Alaphilippe wint de etappe voor Kujatkowski denk ik. En Valverde kan dat, jawel dat kan. Froome is vierde, Mas ook nog knap vijfde. En zo hebben we meteen de eerste leider in deze ronde. De tweede etappe is iets makkelijker, iets vlakker, halverwege wel wat uh, lastige klemmetjes. Maar uh, uiteindelijk zie je dat we hier met een marathon van toch 86 renners zitten. En uh, wel nog een klein klemmetje, 3,5 kilometer aan 4 procent, al de bagotta, Maar uh, ja, dat zou in principe geen probleem moeten zijn. Wel daar een aanval van een vijftal renners, maar ja, uh, die gaat natuurlijk niet door. Ondertussen gaan we Sinichal aan de kant doen. Dan gaan we verder met onze sprinter in en uh, is het Erich die de sprinter wordt van de dag. Uh, Mojkoff gaat ze de sprint aantrekken en het is Cavagna die nu dus op cooperate. Het gaat hier nu nog naar beneden wat goed nieuws is natuurlijk. Daarmee en gaan we wat krachten Ondertussen uh, wel een scheurtje in het peloton of een deel renners gelost. Want we zijn maar met 60 renners meer en uh, Mas en Alaphilippe zijn natuurlijk ook nog mee. Zitten wel in het tweede gedeelte. Mas toch uh, zie ik. En een valpartij hier met Uran, onder andere. Oké, okay, die zullen dus niet meespelen in het klassement. Want ja, die gaan natuurlijk niet terugkomen. Want we zitten in de laatste 3 kilometer. En nu mag Cavagna de sprint beginnen. En we gaan kijken of we ook deze etappe kunnen winnen. Riccizi is natuurlijk een goede sprinter. Dus zou in principe wel dicht moeten kunnen eindigen. We gaan kijken. Kavanagh doet het goed, Markov mag nu overnemen, en jawel we gaan die sprint hier gewoon winnen. Markov gaat zelf nog tweede worden, jawel Markov wordt, nee ja, ik juich gewoon met Richie zitten vroeg, maar dat is op zich geen probleem. We winnen de etappe, het is Markov die dat doet, voor zijn goede werk natuurlijk. Oh, oh oh, gaan we hier tijd verliezen met Alphilippe en Mas? Oké, okay, dat was uh, niet ingecalculeerd. Dat is misschien wel problematisch. We gaan kijken naar de uitslag en, en zien of we tijd verliezen of niet. En we hebben geluk. We hebben geluk. Geen tijdverlies voor je, uh, en Mas. Maar uh, ja, dat was toch wel redelijk nep. In het klassement wel wat weggezakt natuurlijk, aangezien er geen bonificaties zijn. En uh, uh, gekeken wordt naar de plaats. staan we nu 11e en 13e. Ook in de derde etappe gaan we sprinten, ook een uh, redelijk eenvoudige etappe, zelfs nog makkelijker dan de vorige etappe. Redelijk vlak enkel uh, op een twintig kilometer voor het einde hadden we een klein klimmetje van derde categorie, maar uh, ja, dat was niet lastig genoeg, alhoewel Richese en wel iets te veel krachten verbruikt hadden op dat klimmetje, waardoor ze nu redelijk vroeg in de sprintlijn zelf moeten werken, want we gaan sprinten met Julian Alaphilippe. En uh, Nox gaat nu al aan de kant. Het is nu Richezi die op 7 km van het einde het laatste had naar de vluchtes dus moet proberen dicht te rijden. Er zitten namelijk nog 3 vluchtes voor, maar die zullen we wel inhalen. Dat hoop ik althans. Richezi mag het doen. Heeft natuurlijk een goede hardrace. Dat is natuurlijk handig aan sprinters als hij ze zelf laat rijden. Ook een Markov zal dat doen. Ondertussen zijn het er maar 2 meer die leiders. Wel nog 18 seconden, maar eens de sprint begint, zal dat wel goed komen. Want het loopt hier nog lichtjes bij Hop. En dat is het natuurlijk ook de reden dat we gaan sprinten met Julian Alafliep. Even kijken of we een derde etappe zeer op rij kunnen boeken. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. We kunnen nog niet sprinten. Waarschijnlijk omdat het bij Hop loopt. Dus dan gaan we gewoon wat op 99 rijden dan met Markov. En nu kunnen we wel sprinten, nog 1,4 kilometer. En uh, is het dan nu opnieuw een gat gevallen? Jawel, dus we gaan gewoon opnieuw winnen. Dat kan toch niet anders? Inderdaad, en uh, nu mag Ala opnieuw winnen. En Alain pakt zijn tweede redzee in 3 retten tijd. En Mas wordt nog tweede, en hebben we daar een kleine kloof? Ja, ik vrees van niet PCM-kennende, maar het zou wel leuk zijn. Oh, Marco wordt nog knap vijfde, dus opnieuw een fantastische etappe. Deze ronde van het Baskenland begint gewoon fantastisch. Zoals verwacht hebben we dus geen tijdsverschil toegekend gekregen en uh, ja, blijft uh, iedereen dus in dezelfde tijd staan. De vierde etappe is misschien wel de belangrijkste etappe, want het is aankomst boven. En uh, hier zal natuurlijk het verschil gemaakt worden samen met de tijdrit. Natuurlijk. Nog 10 kilometer en eigenlijk uh, is het gewoon een saaie etappe geweest. Zelf met die vele klemmetjes is er gewoon tempo gereden en uh, niet echt aanvallen geweest. Er is natuurlijk wel nog een kopgroep die 3 minuten voorrijdt en die zal het waarschijnlijk wel halen. Want het is natuurlijk maar een klem van 6,2 kilometer, de Alto de Uzetsa. Uh, wel een steile klem, onregelmatig 7,7% gemiddeld en uh, ja toch wat uh, rode stukken ertussen en ook wat vlakke stukken dus ja uh, we gaan zien wat het heeft we gaan wel moeten zorgen dat we nu vooraan gaan raken want uh, zo ver achteraan beginnen is natuurlijk nooit een goede zaak. Alla Flip gaat de uh, Mas hebben, want Alla Flip is uh, niet zo heel goed toch niet uh, qua vetheid want uh, zijn hele balk is toch een heel stuk minder dan die van Enrique Mas. En een mas is ook de betere klimmer, want uh, ja, dat is eigenlijk meer een klimmer. Dat is al iets te lang voor een echte heuvel. En uh, een groot deel van de koproep zal hier ingelopen worden, maar uh, ja, er zitten nog renders 2,5 minuut voor, dus. Maar op zich is dat geen probleem, Froome gaat hier in de aanval, volgende mas, nee, hij wil niet, waarom wilt hij niet? Ja, en nu is er wel een kloof ontstaan. we gaan gewoon tempo verhogen dan. En uh, wie is dat daar? Nibali. Dus daar gaan we Nibali proberen te volgen. En ook dat lukt niet. Uh, Nibali is zelf gestopt met aanvallen. Dus, zoals Peter, Valverde zit hier nog in het wiel. Dus, uh, en wie is die? Als je dus er zin maakt niet zo heel veel uit. We gaan mee met Valverde. En hopelijk komen we zo terug bij Froome. Uh, we gaan wel wat diep in het krachtenarsenaal. Want de rode balk is al halverwege op. Wel maar 2,3 kilometer meer. Dus uh, zitten we zitten wel bij de koplopers. Oh, van, toch de koplopers van de favorieten. En uh, ja Van Vendi heeft het hier moeilijk. Film ook. Maar we gaan mee met film. Ondertussen uh, nog een uh, Lotto Jumbo-rennen, zou ik zeggen. Maar het is natuurlijk geen Lotto Jumbo meer. Maar we gaan hier ons focussen op de laatste kilometer. Ondertussen is er wel nog één rennen voor. En uh, het is. Uh, ik, ik weet niet eens wie het is, maar we gaan hier met film uh, toch sprinten voor de tweede plaats. En we gaan eens kijken wie het de best is. En dat zal Mas zijn, waarschijnlijk. Inderdaad, Mas wint de sprint van de favorieten. Of ja, toch van. is de eerste renner van de favorieten. En hier toch een kloofje. Dus uh, we gaan een goede zaak doen in het klassement. We missen natuurlijk wel onze vierde etappe tegen Oprij, maar opzeggen ja, dat is natuurlijk geen probleem. Als we goed staan in het klassement is het voor mij natuurlijk ook goed. Uiteindelijk wint Thibaut Pinot dus de etappe. Hij hield 33 seconden voorsprong over op Eindelijk Mas en Chris Froome En uh, die pakken uh, 24 seconden in het klassement op een groepje met Dumoulin, van Valverde, Kwiatkowski, Nibali, Wallens, Freie en Molaar. En uh, Julian Alaphilippe uh, zakt er een klein beetje door, door het werken voor Massa en verliest 2 minuten 18, dus bijna 2 minuten op Froome uh, en massa. En uh, dat is toch wel een redelijk groot stuk. Maar uh, ja, uh, in het klassement betekent dat dat Alaphilippe gezakt is naar 9e plaats. Dus ja, staat nog in de top 10 op zijn geen enkel probleem. En daarachter zijn de verschillen al redelijk groot, dus uh, zal waarschijnlijk wel die top 10 kunnen halen. In dezelfde tijd van Chris Room. Maar ja. Er volgt natuurlijk uh, nog een tijd Dus uh, als we in deze positie aan de tijd beginnen. zal het redelijk kansloos worden. Maar we hebben natuurlijk nog kans. in de vijfde etappe. om verschil te maken. En uh, ja. dat gaan we wel. oei, zo niet doen natuurlijk. We leggen hier gewoon met de hele ploeg bij. Ook van verder. Dino Martin, Chris Froome, Alle toppers liggen hier gewoon tegen de grond. Gelukkig is dit. Uh, ja, toch halverwege de etappe ongeveer nog 90 kilometer te rijden. En dan zetten we op een vlak stuk. Dus uh, anders had dat al een uh, probleem opgeleverd. We zitten gelukkig opnieuw direct bij het peloton. Al is daar wel een klein kloofje, maar alles zal in principe wel goed komen. zien we hier ook de leider zien, uh, Chrysoom daar eventjes voor ons rijden. Ook Valverde zet er nog bij. Dus uh, ja, alles goed. En er is niemand moeten opheven. En uh, dat is natuurlijk ook een goed punt. Alles is dus zoals verwacht samengekomen en we zitten op de laatste klim van de dag. En het is een moi of die je tempo aanvoert. Want uh, ja, voor de etappe gaan we wel niet rijden. Want ja, je zet een kopje op 7,5 minuut voor. Die gaan we niet meer inhalen. Maar dat is de bedoeling niet. We gaan proberen met eindelijk mas toch nog iets te doen om uh, toch een beter klassement te hebben. Niet dat een tweede plaats natuurlijk slecht is. Maar als we een kans willen maken in die tijdrit, dan gaan we toch wel een kloofje moeten hebben op Chris Vroom. Maar uh, ik vrees dat dat redelijk moeilijk zal worden. We gaan kijken, we zitten hier nu met Alaphilippe. Dat is natuurlijk een fantastische knert. Hij uh, won gewoon twee etappes in deze ronde en mag nu gewoon knechten voor Erik Mas. En uh, dat zijn hier gedobbelden, want we er gewoon doorheen. En er is wel een gat ontstaan. Enkel wel eens is nog mee zo te zien. Dus uh, dat is wel goed nieuws. Een kloof van 18 seconden. Dus uh, we gaan volle bak moeten rijden met massa meteen. We gaan eventjes proberen Waans nog af te schudden. Dat zou wel fantastisch zijn als dat ook zou lukken. Want Waans staat ook op 24 seconden, dacht ik. Dus dat uh, is zeker niet slecht. En uh, ja, nu gaan we gewoon proberen om een kloof te houden. Op de groep de favorieten. Want die zetten niet zo heel ver achter met Dumoulin en Jeets. Onder andere, Froome zal daar ook wel bij zitten. Valverde zit er al sinds bij. Uh, ja, daar, daar is Valverde. Dus die gaan we in het wiel kruipen met Alaphilippe En nu gaan we met Mas gewoon tempo rijden. Het is toch niet voor de etappe 7, dus we moeten ons niet sparen voor de sprint. Ja, wel hopen dat uh, we natuurlijk niet uh, volledig weggesprint worden door. Tim, we hebben nog genoeg hele en rode balken over om wat uh, snelheid te maken. 25 seconden is de kloof, dus dat is een fantastische kloof. Dat zou betekenen 25 seconden voorsprong op waarschijnlijk niet genoeg voor een tijdreis van 20 kilometer. Maar uh, ja, het is natuurlijk beter 25 seconden voorstaan dan 25 seconden achter. Ondertussen is er daar een heel peloton zich aan het vormen achter ons. Dus uh, dat is wel goed nieuws. Of ja, net niet natuurlijk aanzien de knechten zullen bijzetten. Ondertussen zitten we in de laatste kilometer. En uh, wel staat ons zoals verwacht wel voorbij. We houden wel stand in zijn wiel. En dan gaan we kijken. Ja, die kloof is toch niet al te groot. Maar er zou in principe toch een verschil moeten zijn. We gaan dat zometeen eens zien of dat het geval is. En nee, geen verschil. Hoe is het nu mogelijk? Maar er was daar toch duidelijk een kloof. En Valverde staat toch in dezelfde tijd als ons. Dus de rest van die groep is. Ook in dat geval. De etappe was trouwens voor Rafael Michael die het haalde in een sprint van 9 renners. van een koproep, een redelijk sterke koproep zo te zien. Met onder andere Zakarin, Lindemann, Koes, Mohoric, Gerada en Michael zelf natuurlijk. Dus nu gaan we moeten kijken hoe we het gaan doen in die slot tijdrit. Want dat wordt een redelijk moeilijke zaak. Sowieso geen makkelijke tijd, want er moet wel redelijk wat geklommen worden. En uh, we zijn wel als leider gestart, we zijn voorbij film gaan in het klassement. En we gaan eens kijken hoe we het doen aan het eerste tussenpunt. We staan tiende op 40 seconden, ja film is natuurlijk eerste. De rest, meer dan 1 minuut allemaal. Ja Dumoulin, ja, die gaat ons ook wel voorbij gaan. Bilbao doet het ook wel zeer goed, dus daar moeten we wel nog van opletten. 54 seconden is het verschil tussen uh, Mas en hem. En daar heeft hij toch een groot deel al van ingehaald. Toch wel een zeer sterke prestatie. We staan onder meer voor Kelderman en Orian in dat klassement voorlopen. Dus gaan we kijken of we het ook zo kunnen aan de finish. Maar uh, ja, we gaan uh, toch wel uh, zeker de top 3 eindigen voorlopen. Enkel Dumoulin en Froome uh, die ons voorbij gaan. Dus uh, ja, dat is natuurlijk geen schande in een tijdrit. Nu moeten we enkel nog opletten voor Bilbao in deze laatste 5 kilometer. En uh, ja, het is nog een redelijk vlak stuk tot aan het laatste gedeelte, want dan moet er nog een klemmetje worden beklommen. Dus uh, gaan we zien of we het kunnen volhouden. Dumoulin ondertussen uh, duidelijk de beste: 34 seconden voor op Kruiswijk. Bilbao op 40 seconden. En die moeten we natuurlijk in het oog houden. Want uh, die. Maar, maar 54 seconden voor ons eindigen. Maar in principe zal dat wel lukken. Want dat betekent dat we dan 1 minuut en uh, ja, even denken. Ondertussen is film daar al voorbij gaan, Dus we uh, opnieuw aanpassen qua tijd. Maar we gaan gewoon kijken hoeveel tijd we verliezen. En uh, we gaan dan wel zien hoe goed we zijn. En we zijn hier aan de finish. En het is een 5e plaats. 48 seconden. Wat een fantastisch einde heeft in de gereden. Die had ik eventjes niet zien aankomen. Dat is echt wel een fantastisch einde. We zullen dus wel waarschijnlijk derde zijn. Want Froome uh, en Dumoulin zijn echt wel vijf voor. En uh, we zijn gewoon nog vijfde. enkel. Plezier. En Bilbao nog voor ons. Bilbao voor Erasmus toch wel. Had niet verwacht dat het zo'n goede t was. Maar we enigen ook voor uh, sterke renners als Soleil, Landa, Quintana, Adam, Yates, Kelderman, Pino, de ander Yates, Oran, Dennis, Isaac, Nibali. Goh. Wat een sterk. Deelnemersveld was dit hier. En we zijn in dit deelnemersveld derde geworden. Wat een seizoenreed. Enerck Mas, eigenlijk. Winnen in Tirreno-Adriatico, winnen in de ronde van Catalonië. En dan ook nog podium halen in de ronde van het Baskland. Zelfs terwijl hij net over zijn vormpiek heen is. Dus echt wel fantastisch. Ook al afgelukkig nog in de top 10 op een negende plaats. In de volgende aflevering gaan we dan uh, parijs roubaix rijden. En dat wordt een zeer belangrijke koers voor onze ploeg. Zeker voor Philip Joubert. Want eh, om, omdat hij Milan-Saremo gewonnen heeft, heeft hij natuurlijk al vier van de vijf monumenten gewonnen. En eh, ja, dus dat betekent dat hij maar één meer moet winnen. En dat is Parijs-Roubaix. Het wordt natuurlijk niet makkelijk, maar we gaan het zeker proberen. Dus eh, voor vandaag wil ik je bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. in Roubaix. Daag.